De doorzetster. Samen leiden Roel en Marianne een avontuurlijk leven. Met hun rugzakken trekken ze naar de Zuidpool in Chili en naar de Maori in Nieuw-Zeeland. Totdat Roel ziek wordt. Om hun leefwereld in deze afscheidsfase alsnog te verbreden, gaan ze theologie studeren. Na het overlijden van Roel krijgt Marianne een relatie met levensgenieter Peter. Hij is dan al 17 jaar weduwnaar. Hij vraagt of ze een relatie met hem wil. En ze antwoordt: ik zie twee mannen. De een is een clown, vervat in de ernst van het leven. Hij kan me heel veel pijn gaan doen. De ander is een man met diepgang. Stijlvol, hoffelijk en ernstig. Hij kan me heel gelukkig maken. Nederland viert 200 jaar koninkrijk. Door haar schrijfwerk mag Marianne alle feestelijkheden in gezelschap van het koningspaar bijwonen. En dan vindt de aanslag op de MH17 plaats. Peter raakt in een zware depressie. Zet Marianne haar relatie met hem door of kiest ze voor zichzelf?